YouTubers kunnen over het algemeen niet zo heel erg veel. Maar er is één ding wat ze, net als jij, best wel goed kunnen, namelijk eten. De ene keer is het hele menu van de McDonald's, de andere keer is het een augurk. Dus ik dacht, laat ik een keer wat eten wat jij als kijker niet al lang al tientallen keren gegeten hebt. Op de verpakking staat in ieder geval, eigendom van het ministerie van Defensie, het verkopen van dit rantsoen is strafbaar. Klinkt best wel heftig, maar als het strafbaar is, hoezo kon ik het dan zo makkelijk kopen op het internet? Huh? Genoeg geluld, tijd voor de review. Ik heb hier het zogeheten operationeel noodrantsoen, wat ze ook gebruiken bij onze Nederlandse Defensie. Dit is een zogeheten 24 uur rantsoen. Er zit ontbijtje in, avondeten, lekkere snackjes voor tussendoor. Dit is echt bedoeld om één hele dag door te komen. Ik heb vernomen dat een militair in oorlogstijd zo'n 4000 calorieën per dag consumeert. En dat moet natuurlijk zo licht mogelijk meegenomen worden. Deze zak is 1,2 kilo en bevat 5000 calorieën en ook nog eens 147 gram eiwit. Mooi meegenomen. Ik stel voor dat we eventjes lekker gaan kijken wat er allemaal in zit en alles een beetje gaan proberen. We beginnen onze dag vol geweld en gevaar, gezond met een lekker ontbijtje. Ik heb hier havermout, instant havermout. Moet dus wel nog heet water bij, scheelt weer een heleboel gewicht. Dit spul is overigens totaal niet te vergelijken met je normale havermout. Per 100 gram 417 calorieën en ook nog eens 15 gram eiwit. Dus ook een beetje een scoopie eiwitpoeder erin. Dat heb je toch nodig als je de hele dag bezig bent. Ze hebben heel mooi een soort lijntje aangegeven tot waar je het water toe moet voegen, dat je de perfecte verhouding hebt. Dus dat zal ik eventjes doen vanuit mijn qua kleur matchende thermoscan. Overigens niet meegeleverd. Probeer vooral ook geen kokend water over je handen te gieten. Kun je het zakje gewoon weer netjes afsluiten en er dan gewoon een beetje heel wild mee gaan schudden. Mijn mannenpapje moet nog eventjes afkoelen. Maar bij een goed ontbijtje hoort natuurlijk ook een lekker kopje koffie. En qua drinken zit er in dit pakket echt een heleboel opties. Ga je in een dag waarschijnlijk niet opkrijgen. Eventjes een korte onderbreking. Al het eten in deze video is heel erg lang houdbaar. En het kan nog een heel stukje extremer. Ik heb hier een Confar Veldküche. Houdbaar tot 2043 is echt gorddroog en knijterhard. Nu heb ik hier een lekker flesje Y-food. En ja, deze zijn niet houdbaar tot 2043. Maar de caramel popcorn bijvoorbeeld is wel houdbaar voor 12 maanden. Dat is in principe alsnog hartstikke handig. Ik heb zelf altijd gewoon een paar dozen Y-food in mijn voorraadkast staan. Zodat als ik een keertje haast heb of ik ben gewoon vergeten boodschappen te doen, heb ik nog steeds een lekkere gezonde maaltijd. Ik heb die extreem houdbare reep toch maar eventjes opengemaakt. Dat is echt niet lekker. Ik zou zeggen dat het smaakt naar een koekje met kattenvoer smaken. Niet te doen. Verder is het best interessant om een beetje te kijken naar de voedingswaarde. Beide hebben zo'n 500 kilocalorieën. In Y-food zit een hoger percentage van je dagelijkse aangeraden vitamine. Voor de meeste dingen 25% per flesje. Ze bevatten ook nog eens 3 keer zoveel eiwit. En ze smaken toch wel 30 keer lekkerder. Oftewel, haal een paar van die flesjes in huis. Gooi ze ergens neer. En als je een keer geen zin hebt om te koken, staat Y-food altijd voor je klaar. Linkje in de beschrijving. Code RIK10 voor 10% korting. Terug naar het slagveld. Ik zal je even laten zien wat er allemaal in zit. Hartstikke idee. Sowieso wat suiker en creamer natuurlijk. Ik vind persoonlijk, als je een stoere legerman bent, dan drink je je kopje zwart. Er zitten 5 pakjes suiker bij. Wel handig voor de extra calorieën. Qua thee hebben we 3 opties. Een zwarte, een groene en een citroentheetje. Als je dus maar van 1 soort thee houdt, moet je misschien een beetje als Pokémon-kaarten ruilen met je compagnonen. Nou, de thee boeit me momenteel niet zoveel. Je hebt ook gewoon 3 keer koffie. Niks ingewikkelds. Geen espresso, geen cappuccino. Gewoon gevriesdroogde instant koffie. En ik heb hier ook nog iced tea poeder en chocolademelk. Ik denk dat deze misschien wel het lekkerste gaat zijn. Er zit ook echt super veel poeder in. Maar laten we gaan beginnen met een lekker kopje koffie. Ik kan me ergens voorstellen, dit is de minst interessante review. Je hebt wel eens mensen instant koffie zien drinken. Het zal waarschijnlijk ook wel een klein beetje, pas op met heet water, vergelijkbaar smaken. Maar hey, toch even een kleine review. Nog een handig dingetje. Het eten zit onder andere in een hele grote zak, zodat je die ook vervolgens weer kan gebruiken als een soort vuilniszakkie, weet je. We zijn misschien druk aan het vechten, maar we gaan niet de natuur verpesten. En misschien nog wel belangrijker, als er allemaal vijandige troepen in de buurt zijn. Je wil natuurlijk geen sporen achterlaten. Dan is het nu tijd voor een lekker papi. Ja, best goed te doen ofzo. Je proeft wel echt dat er heel veel dingen in zitten. Grote verrassing, een beetje droog in de mond, maar al met al zou je best wel kunnen leven, denk ik. Doet wel echt gewoon een beetje denken aan pap zoals ik het ken, maar dan misschien iets meer eiwitpoederiger inderdaad. Dan door naar de koffie. Ik moet zeggen, mijn standaarden voor koffie liggen sowieso laag. Ik ben als leraar vooral wel gewend aan smerige automaatkoffie. Ja,
Ja, het is echt wel gewoon echt wel een hele vieze instant koffie. Als je daadwerkelijk van koffie houdt, is dit prima te zuipen. Bitter watertje. Ja, toch? Ik moet je eerlijk zeggen, die havermout smaakt best wel een beetje naar meer. Ik blijf wel gewoon ervan eten. Handig is, je kan die zak wel gewoon afsluiten als je geen honger meer hebt. Of je hebt een heel pakket van 5000 calorieën en je wil niet dik worden. Je kan gewoon alles afsluiten en gewoon weer op een later moment lekker verder gaan. Gaan we ook even schouw deze proberen. We hebben ook nog chocolade muesli. Als je kijkt in dit zakje zie je vooral een hoop zaden met een beetje cacaopoeder erdoorheen. Deze dingen zijn ook echt wel heel hoog in vezels. Kijk, je hebt natuurlijk allemaal vijanden in de oorlog. Maar de allergrootste vijand, dat is de dunne. Vieze diarree, dus lekker veel vezels eten. Dit is wel echt gewoon een soort muesli met water, met een soort heel vies nep chocoladesmaakje er doorheen of zo. Het is geen geheel gerecht of zo. Nee, dit is hem echt totaal niet. Ik vond eigenlijk de normale havermout lekkerder. Slecht nieuws, troepen. Het hete water is op. Maar ik ben eventjes naar dit restaurant gegaan. En ze zeiden, als je ons een shout-out geeft in je video, krijg je gratis kokend water. We hebben net 20 kilometer gewandeld. Of nou ja, misschien was het eerder 200 meter. Tijd voor een lekker snackie. Hier is, als het goed is, ons snackpakket. Ik wilde eigenlijk gaan voor de pinda's, of het zijn cashewnoten, maar ik zie iets veel beters. Appelbroodje zit erin. Dit is misschien wel de meest mysterieuze verpakking van allemaal. Voor de verandering hoeft er geen water bij. Dat is toch wel even iets mooi meegenomen. Oké. Wel echt heel gort en gort droog. Valt ook echt een zakje uit waar gewoon op staat niet opeten. Dus dat zal wel voor de silica zijn, weet je, vochtvretertje. Ik zou zeggen, het ziet er een beetje uit als een platgeslagen krentenbol die vervolgens compleet is uitgedroogd. Lijkt me eigenlijk niet heel erg lekker. Appelbroodje klonk goed, maar ik voel deze niet heel erg. Ik heb vooral nog een beetje de goede hoop dat als ik hem openmaak, dat er een soort van, van appelvulling in zit. Een beetje zoals bij een appelkoek. Het is een beetje thai-thai-achtig. Een beetje thai-thai met een soort van vage appelsmaak. Het is geen lekker tussendoor hier, nee. Ik heb toch liever een krentenbol of zo. Ik zit dus nu in een van het bos een droge appelkoek te eten. Soms vraag ik me toch een beetje af, wat doe ik met mijn leven? Ik zie hier dat de appelbroodje bestaat voor 62% uit letterlijk brood. Dat verklaart een hoop. De rest is appelvulling. En die bestaat dan weer voor 8% uit appel. Ja. Zo smaakt het ook al, ja. Kijk, echte militairen geven natuurlijk nooit op. Ik probeer gewoon een ander lekker snackie. Dit zijn gedroogde cranberries. Nou, ik heb het nog nooit echt gedroogd gehad. Eigenlijk toch wel leuk dat er ook nog een beetje fruit bij zit. Lijkt eigenlijk vooral wel gewoon op een handje. Dit heb ik sowieso al een keer gehad. Het lijkt gewoon op rozijnen, maar ze zijn opeens rood. Ja, cranberries. Oh ja, daar zit ik vaak in mijn milk te mixen inderdaad. Geef die noten ook even, dan kan ik even mixen in mijn mondje. Ja, qua review, dit zijn gewoon cashewnoten. Ja, best lekker. Als je houdt van cashewnoten. Ik ben zelf geen groot fan, maar goed voor de eiwitjes. Veel vezels, veel gezonde vetten. Dan nog eventjes een willekeurig drankje. Hier is de ijsthee persiksmaak. 100 gram van dit poeder bevat 94 gram suiker en overigens ook nog eens 389 kilocalorieën. Ja, ze hadden hem ook suikervrij kunnen maken, maar we moeten nog flink door de hele dag lang. Ik heb hier nog mijn mooie doppertje van een sponsordeal heel lang geleden. Als je niet zo'n fan bent van persiks, hebben ook nog sinaasappelsmaak. Dat voelt niet echt alsof het een ijsthee smaak zou moeten zijn. Het is meestal persik en citroen. Ik weet niet waar ze sinaasappel vandaan hebben gehaald. Klinkt ook echt niet lekker. Goedendag. We gaan eerst maar even kijken of dit wel lekker is. Oh, ik ben eerlijk gezegd wel positief verrast. Dit is echt gewoon de E-nummer cocktail zoals we hem kennen. Dan maar sinaasappel even proberen. Ik heb hier een oranje wijn, streekwijntje, 2022. Nee, dit hoort geen ijsthee te zijn. Overdreven misschien een klein beetje, maar het is echt gewoon verre van lekker. Doe gewoon persik, doe gewoon normaal. Zoals een wijs man ooit zei, wil je een koekje dikken? Er zitten in dit pak best wel wat koekjes. Ik heb en haverkoekjes en volkoren biscuits. Ik zou niet precies kunnen zeggen wat het verschil is tussen deze twee. Ze zijn allebei een klein beetje saai en je snapt zelf ook wel hoe dat smaakt. Ik heb wel nog een aantal sausjes erbij. Pindakaas, abrikozenjam en hazelnootpasta. Die kun je dan over de koekjes heen doen om het een minder droge teringzooi te maken. Hazelnootpasta lijkt me toch wat lekkerste dan. Ze zijn hartstikke mooi individueel verpakt. Oeh. Gordroog. Echt niet lekker gewoon. Het is echt, mensen zeggen vaak, het smaakt naar karton. Dit is misschien wel het meest kartonnige eten wat ik ooit heb gehad. Dat is echt niet te doen. Dan nu poging 2 met het Nutellaatje. Ziet er best lekker uit. Ja. Iets minder droge teringzooi. Maakt wel echt naar van die B-merk hazelnootpasta. Het is geen Nutella, jammer genoeg. Ik geloof dat bijna al deze producten komen uit Denemarken. Misschien dat de Italianen de chocola zouden kunnen leveren.
zou heel fijn zijn. Het enige koekje dat me wel nog heel erg interesseert zijn de zogeheten fruit biscuits, de fruitkoekjes. Blijkbaar zijn dit de infameuze kaakjes, ik heb geen idee. Ik weet ook niet precies wat ik moet verwachten. Ik denk zelf een beetje aan een sultanaatje of zo. Het openmaken is verrassend moeilijk. Oh, oké. Het ziet er een beetje uit als een soort koekcracker met rozijnen erin. Ja, ik snap de hype wel. Het smaakt een beetje naar de mix tussen een koekje en een cracker, zou ik zeggen. Ik hou zelf ook gewoon van droge crackers eten. En dan een beetje zoetig en een beetje fruitig. Ik ben echt wel fan eigenlijk. Best lekker. Dan is het nu tijd voor het diner. Twee opties. Wat heeft het ministerie van Defensie voor ons uitgekozen? We hebben pasta met kip en curry en aardappelpuree met gerookte ham. Toch wel een lekker Nederlandse optie. Voor de rest trouwens een honorable mention. We hebben ook nog een aantal soepies. Ik vond het niet per se heel erg boeiend voor de review, aangezien die hebben wel eens kuppensoep gehad. Ik stel voor, we beginnen lekker bij de aardappelpuree. Gewoon weer de standaard formule, open scheuren, waarschijnlijk ergens weer een waterlijntje, heel goed. Wat ik zie als ik erin kijk, is eigenlijk gewoon een soort heel groot pakje kuppensoep ook wel. Het is een heleboel korrels met een paar van die soort hele droge blokjes erin, waarvan je denkt, gaat dit ooit nog iets lekkers worden? Vooral de ham ziet er gewoon echt totaal niet lekker uit. We hebben ook nog eens servetjes erbij gekregen, gewoon bij het algemene pakket. Wel leuk, stukje Nederland, sterrennacht erop. Geen idee of dat dan ook bij alle andere landen zo is, dat ieder land dan een soort gepersonaliseerd tissue dingetje krijgt of zo. Ik denk het, misschien, geen idee. Leuk, kunst. En terwijl dit lekker staat te pruttelen, maken we meteen ook eventjes de andere maaltijd, namelijk de curry. Ziet er aan de binnenkant echt een heel stuk interessanter uit. Echt wel best wel grote stukjes gorddroge. Oh, de kip. Wat ik trouwens sowieso heel interessant vind aan het hele pakket, is dat als je dit iedere dag zou eten, eet je denk ik echt veel gezonder dan de gemiddelde Nederlander. Bijna alles wat in dit pakket zit is redelijk gezond. In ieder geval of veel eiwitten, of veel vezels, of in ieder geval soms gewoon eventjes heel veel calorieën. Het is echt wel relatief gezond eten, zou ik zeggen. Of ik eet zelf gewoon zeer ongezond. Dat ook wel een beetje, geloof ik. Ik denk dat deze pasta best eventjes moet staan, aangezien je bent eigenlijk gewoon die hele pasta aan het koken. Dat zou best nog wel eens een paar minuten kunnen duren. De aardappelpuree aan de andere kant is denk ik best wel snel afgekoeld. Het begint wel echt een soort hard papje te worden. Gaat de goede kant op, denk ik. Ik ben nu trouwens wel meteen al een klein beetje aan het filosoferen over een vervolgvideo waar ik al het astronautenvoedsel ga reviewen. Laat even weten of je dat wil zien. Ik ga niet een heel ruimtepak kopen. Dat wordt een klein beetje duur. In dit gerecht zit 10% ham. Gaat die ham nou echt zoveel toevoegen aan de smaak? Nou, geef wel meteen een beetje bite of zo. Ik heb best wel vaak gewoon losse van die soort instant aardappelpuree gegeten. Niet zo heel erg boeiend. Ik moet zeggen dat de hamblokjes daadwerkelijk wel een beetje bijdragen aan het algemene gevoel en de smaak. Wat moet ik voor de rest zeggen over de aardappelpuree? Het is een beetje korrelig. Het is niet heel erg lekker. Ik geef het een 5 of zo. Ja, niet heel inspiratievol. Niet de beste maaltijd. En dan jammer genoeg is er niet eens een toetje. Iets anders wat in dit pakket zit, wat ik nog helemaal niet besproken heb, zijn de zogeheten isotone dranken. Dit zijn dranken die heel veel zout bevatten, zodat je een beetje je zoutlevels goed houdt. Deze drankjes zijn eigenlijk altijd gewoon fucking ranzig, want er zit gewoon heel veel zout in. Dit is bijna niet lekker te maken. We hebben de smaken grapefruit, weer al sinaasappel, vertrouw ik niet echt, en exotic, mysterieus. Van exotic hebben we er 2, dus ik denk ergens dat exotic dan ook het lekkerste is. Dus die gaan we eventjes reviewen. Ik was eigenlijk verpland in een bekertje te maken, maar dit hoort dus eigenlijk gemaakt te worden in het zakje zelf. Ze zeggen eigenlijk gewoon voeg water toe aan het zakje, vouw vervolgens het zakje dubbel. En dan gewoon lekker gaan schudden. Het ziet er heel lullig uit, maar dat maakt niet uit. Oké. En dan, als je andere zakjes niet wegwaaien, kun je het zo in je mondje gieten. Ja, eigenlijk is het gewoon een soort grote Capri Sun en dan fucking ranzig. Ja, nou, heel leuk gedaan. Slim verzonnen ook, jongens. Echt heel cool. Het ruikt naar ananas. Ik ben eigenlijk nog wel, op basis van de geur zou ik zeggen, dit wordt helemaal top. Nou, het valt me echt gigantisch mee. Ik ging er echt vanuit. Ik heb als ik ziek ben dat ik een beetje dit soort dingen drink, dan is het echt heel vies. Per 100 gram toch 1 hele gram zout. Per portie 0,2 gram zout. Dat proef je vaak echt wel, hoor. Maar ja, het is gewoon wel goed te doen. Het smaakt gewoon een beetje als een normaal sportdrankje, zou ik zeggen. Dus vrij weinig te klagen. Net iets minder lekker dan AA drink, maar het scheelt niet heel erg veel. Gaan we nu door naar de pasta. Ik heb eerlijk gezegd best wel veel van dit soort kant-en-klare pasta gegeten. Dit is niet de pasta trouwens. Het is een aardappelpuree. Ik heb best wel veel van die pasta gegeten toen ik ongeveer niet kon koken. Het enige wat ik kon maken was gewoon pasta, water erbij en dan gewoon heep maken. En het eerste jaar van de uni vond ik een meisje leuk. Marieke heette ze. En toen zei ik dat ik voor haar ging koken. Toen heb ik dat gemaakt.
Ik heb daarna nooit meer wat van haar vernomen eigenlijk. En ik snap achteraf wel waarom. Dat is niet iets wat je maakt voor je date. Alhoewel, gewoon best lekker. Marieke moet niet zo zeiken, niet zo high class doen. Gewoon prima spul dit. Ik proef vooral echt niet dat de kip gevriesdroogd is. Alsof je gewoon pasta hebt gemaakt en je hebt er een pakje kuppensoep curry doorheen gesmeten. Gewoon wel lekker. Ik ben hier toch wel een stuk enthousiaster over dan die melige aardappelpuree. Dit is gewoon prima spul. Groot fan. We zijn ondertussen aangekomen in de wildernis van mijn achtertuin. En er zijn nog twee dingetjes uit het pakket die ik eventjes een klein beetje onder de aandacht wil brengen. Ik zei dat er niet echt veel ongezonde dingen in zaten. Maar ik heb nog gevonden. Een pakje jellybeans. Voor de review zal het voor de rest niet heel erg boeiend zijn. Het zijn gewoon jellybeans. Maar hey, dat is voor zometeen. Kst, kst. Misschien zijn ze nog bovengemiddeld lekker of goor. Ik ben zelf altijd heel erg fan van de groene. Ja, ze smaken best wel prima van. Per 100 gram ook weer 73 gram suiker. Ja, het is in ieder geval weer een wat andere vorm. Maar het is best grappig om een beetje achter veranderlijke linies een beetje jellybeans te eten. En dan nog, als allerlaatste natuurlijk, de chocolademelk. Even kijken of dat nog een klein beetje de moeite waard is. Ik geloof dat er bij de Defensie nog heel veel mensen zoeken. Dus misschien is de chocolademelk precies datgene wat je over kan halen. Wij schenken dat hier natuurlijk alleen maar uit de allermooiste, hoge kwaliteit mokken. Ja, wat zijn de verwachtingen voor de smaak? Een beetje automaat chocolademelk heb ik ook echt wel in mijn jaren heel veel van gedronken. Ja, dat is eigenlijk gewoon precies bijna magisch hoe ze dat hebben kunnen namaken in een zakkie. Nou, dat was het voor deze video. Hoop ik voor je het leuk. En dan duimpjes omhoog of zo. En misschien binnenkort ruimtevoedsel. Tot dan! Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Bico Legerdump in Castricum. De beste legerspullen in regio Castricum. Dankjewel voor de mooie kleertjes.